Waarom organiseert de orde eigenlijk het gebrande debat? Ik zei de vierde keer. Waarom? Vind je het niet leuk? Dat weet ik niet, dat zal ik u na de afloop zeggen. Nou, de gedachte is, en dat is een beproefde gedachte, dat de scheidslijn, het snijvak van politiek en advocatuur jaarlijks wordt besproken aan de hand van concrete thema's die telkens te maken hebben met rechtsstatelijkheid. En dat is de reden dat we dat doen. We willen ons ook nadrukkelijk bezighouden met die rechtsstatelijkheid en willen nadrukkelijk proberen te activeren en te faciliteren een interactie tussen politiek en advocatuur. Okay. Het enige opbeurende signaal dat ik kan geven is u voor te houden dat advocaten door de eeuwen heen zo taai en onverzettelijk zijn gebleken dat sprake is van leven na de dood. Leven de rechtsstaat. Maar voordat wij victorie kraaien over de wederopstanding van de rechtsstaat, die nu zo vakkundig vermoord dreigt te worden door twee liberale bewindslieden die als een wolf in schaapskleren hun dodelijke werk verrichten, is het geboden om op duidelijke en visuele wijze mijn verzet tegen hun Killing Me Softly-achtige wijze van Shakespeare aan u te etaleren. Het is mijn bedoeling, ik ga niet een volledige... Oh ja. Volledige uitdoen, maar hier... We gaan naar de eerste stelling. En de eerste stelling luidt: het wetsvoorstel van Teven, de staatssecretaris, leidt tot staatstoezicht op de advocatuur en schaadt de vertrouwelijkheid van cliëntdossiers. Bent u daarvoor of bent u daartegen? Zo hoog mogelijk, dan kunnen wij de kleur zien. En dat in Nederland het mogelijk is dat we moeten discussiëren over een voorstel waarbij de advocatuur, die volstrekt onafhankelijk moet zijn van de overheid, wat ook elk Kamerlid, zichzelf respecterend Kamerlid, zich zou moeten realiseren, dat er een voorstel wordt gedaan door een staatssecretaris, en we vergeten maar even zijn achtergrond, tot staatstoezicht op de advocatuur. Als we gaan kijken naar de huidige stand van zaken in de advocatuur, dan is de advocatuur op dit moment ook bezig om te kijken. Er worden onderzoeken gedaan, er zijn onderzoeken geweest en de advocatuur is op dit moment bezig om te kijken naar dat toezicht. Maar u wacht dat niet af, u neemt de vlucht naar voren. Ik denk dat de rollen worden omgedraaid. Ik denk dat de overheid begonnen is met externe toezicht en toen vervolgens de advocatuur de vlucht naar voren nam. Die vlucht naar voren kan ik alleen maar complimenteren. Heel goed dat ook de orde zelf in beweging is gekomen, de beroepsgroep zelf in beweging is gekomen. En als ik dan de rapporteur hoor, meneer Hoekstra vanavond aanwezig, dan zegt hij ook zelf, dus de eigen rapporteur, nee, extern toezicht is een goede zaak. Dus in die zin zitten we niet zo heel veel uit elkaar, zal ik u eerlijk zeggen. Meneer Plasman, ja. Ik zou de vraag of het een goede zaak is, graag eens even willen meenemen naar mijn spreekkamer, waar een cliënt tegenover mij zit en die vraagt aan mij, ik ga jou wat vertellen. En dat heb jij nodig voor je werk. En ik wil graag van jou weten, wie gaat daar kennis van nemen? En de stelling is helder. Creëert rechtsongelijkheid, staat hard in deze stelling. Bent u het daarmee eens? Bent u groen? Bent u het oneens? Bent u rood? Mag ik uw kaarten zien? Goedendag, dat is groen. Nou, het kabinet lost met dit wetsvoorstel in zoverre op dat de begroting voor 2014 en jaren daarna sluitend zal moeten zijn en dat gevraagd wordt aan de advocatuur om daar een bijdrage aan te leveren. En ik begrijp heel goed. En ik begrijp heel goed dat. Ja, ik ben Carrie, ik ben advocaat in Rotterdam, zo'n raar beestje. Als ik ernaar kijk, dan denk ik, kijk, ik doe huiselijk geweld. Niet zelf. Mijn cliënten noemen het huishoudelijk geweld. En wat ik. Dan komt iemand bij mij en dan moet er een contactenstraatverbod komen, is vanzelfsprekend. Er moet een echtscheiding komen, is ook vanzelfsprekend. Er moet een verdediging komen omdat meneer toch omgang wil met zijn kinderen, terwijl hij die kinderen ook wat aandoet. Dat zijn drie zaken, dat is 1100 euro. Mevrouw heeft een bijstanduitkering, kan het niet betalen. Dat betekent niet dat we de begroting gelijk trekken. We zeggen gewoon tegen mensen die in de stront zitten, zoek het uit. Je wordt niet meer geholpen. Ja, kijk, ik wil meneer Plasman, maar kan proberen om alle woorden in mijn mond te leggen die ik van hem zou moeten zeggen. Maar mijn ervaring is altijd dat je nooit moet luisteren naar de advocaat van de wederpartij. Laat staan, die moet laten dicteren wat je zegt.
Het debat wordt morgen gevoerd. Ja. Ik heb net precies gezegd wat de heer Plasman herhaalt. Namelijk dat die bewerkelijke zaak ook een zorg bij mij is. Prima. En ik ga maar kijken wat we binnen de mogelijkheden... Ik ga op u rekenen met wat u vanavond gezegd hebt. En wat u binnen gaat halen morgen. Ik ga u kritisch bekijken en kijken wat uw woorden waard zijn. Ja, dames en heren, ik zie dat u die gelegd heeft. Maar nogmaals, over 10 minuten starten zij. Een warm applaus, dames en heren, voor de bereidwilligheid van de Kamerleden. Dank u zeer. En ook een heel warm applaus voor uw collega's, de heer Plasman en de heer Corwinus.